Hey Lars, daar ben ik weer. Nou, ik ben vandaag niet als de mooiste aangekleed. Ik ben vandaag make-uploos. Yes baby, natural beauty. Maar goed, anyways. Gisteravond kreeg ik spontaan, echt heel laat, om een uur of half elf of zo. Ik kreeg spontaan ingeving om een keer een lengthcheck te doen. Ja, ik ben nou 2 years natural. Nou, het is nou wat langer. Ik ben in, als het goed was, was het mei 2012 dat ik mijn haar eraf schorf. Tenminste, mijn zus ging met de tondeuse er helemaal overheen. En dan heb ik heel vaak mijn haar geknipt al. Aan de zijkanten heel vaak opgeschoren omdat ik de lijntjes strak wilde hebben. En en toen ik het had platgeschoren had ik S-curl erin gedaan. En toen mijn haar uitgroeide heb ik uiteindelijk die S-curl eruit gehad. Omdat een Afro-man, een broeder van mijn kerk, gewoon naar mij toe kwam en zei gewoon dat die S-curl in mijn haar zag. Can you believe that? I was like, say what? Maar hij bleek dus een black haircapper te zijn, dus hij kon dat gewoon zo zien. Dat ik S-curl in mijn haar had en dat ik uitgroeid had. En he was like, better get rid of it, girl. Dus heb ik gedaan. Dus ging er weer een tondeus eroverheen. Niet met de kroeshaar, maar gewoon die S-curl. Heb ik zelf gedaan. Niet met een tondeus trouwens. Ik heb het eraf geknipt, by the way. Maar mijn zus, die is kapster ook. En die ging dan altijd lijnen. Dus aan de zijkant ging er wat af. En ik heb uiteindelijk in de 2 jaar tijd heb ik zelf al een keer mijn puntjes geknipt. 1 keer heeft mijn zus het gedaan. En voor de rest heb ik het zelf gedaan. Ik doe gewoon zelf mijn eigen puntjes knippen. Nou ben ik 1 keer heel erg enthousiast geweest. En heb ik het ongelijk geknipt. Ik heb aan deze kant dit stukje iets meer afgehaald dan aan deze kant. En nu dat mijn haar terug aan het groeien is, merk ik nog steeds dat deze kant iets langer is dan die kant. Maar mijn haar groeit hartstikke hard. Het groeit, dik. Het is echt dik. Het is gezond. Ik ben nog 1 keer naar de kapper geweest in Amsterdam. Ondertussen maak ik even mijn haar los. Ben ik in Amsterdam geweest bij, ik ben zijn naam even kwijt. Ik zal het even beneden in mijn scherm zetten. Maar die heeft mijn haar toen ook geknipt. Ik ben ook spontaan, ik kwam uit mijn nachtdienst en zomaar besloot ik heel enthousiast om gewoon eventjes naar hem toe te rijden vanuit mijn nachtdienst om mijn haar te knippen. En de reactie in de kapsalon, want ik kwam onverwachts zonder afspraak binnen. Ik wilde eigenlijk naar Shadow gaan, naar Dominique in Den Haag toe, maar dan moest ik helemaal vanuit Amsterdam naar Den Haag toe rijden. Vanuit mijn nachtdienst had ik echt geen zin. Dus ik was gewoon, en ik werk in Amsterdam, dus het leek me gewoon handig om gewoon hier te knippen. En toen ik binnenkwam was de reactie echt, moet al dat eraf? Mijn haar is gewoon te groot voor de scherm, voor de camera. Oh my gosh. Wacht even. Even iets meer naar achteren, jongens. Want anders, ja, nou ik hoop nog dat je me een beetje kan zien. Mijn haar is gewoon te groot voor de camera. Maar goed, in ieder geval, toen ik daar binnenkwam, de reactie van die kappers waren van, ik had een hoofddoek gezet, gewoon zo, en dan mijn haar alleen maar eruit kwam. En het was een homoseksuele man, dus die was echt heel, je weet hoe ze kunnen reageren, toch? Eerlijk is eerlijk. Het is wel grappig hoor, ik heb niks tegen ze. Maar ik was zo grappig, het was echt van, die eigenaar deed mijn haar, een hele lieve Surinaamse man. Ik heb hem alleen gevraagd om mijn puntjes te knippen. En toen uiteindelijk wilde ik ook gewoon rollers erin. En ik wilde mijn haar gewassen hebben. En ik wilde rollers erin. En daar had hij geen tijd meer voor. Dus hij gaf mij over aan zijn collega. Dus die collega waar ik het dus net over had. Die homoseksuele man. En he was like. Hij was bezig met een andere vrouw. Een blanke vrouw de haren aan het doen. Heel sluik, bla bla. Feunen. En hij kijkt naar mijn haar. Moet ik dat allemaal doen met die kam in zijn hand, echt zo. Moet ik dat allemaal gaan knippen? Ga je straight in je haar doen? Nee, ik wil gewoon rollen ze maar. Ga je dat kunnen rollen? Hij was like, duh. Ook ons haar kunnen gewoon rollen zo. Zo erg is het toch niet? Top? Nou ja, goed. Anyway. De reacties waren nogal extreem. Daar in die kapsalon. Wel leuk hoor, het was echt allemaal op een leuke manier. Maar het was gewoon echt shocking voor ze. Want blijkbaar komen er niet zoveel naturals bij kappers.
snap ik ook, want normaal doe je gewoon je eigen haar als je natural bent. Maar goed, vaak, niet altijd. Als je een keer je haar wilt verzorgen zelf, dan, of tenminste als je je haar wilt laten verzorgen door iemand anders, ga je naar de kapper, maar naturals kunnen vaak gewoon zelf hun haar doen. Vrouwen die chemisch behandeld zijn ook, maar als je weeft ga je naar iemand toe, toch? Dus vandaar dat ik dat zeg. Toen kwam de ene interview naar de andere interview, dus dat was wel grappig. Maar goed, anyway, om terug te komen. Dit is dus mijn haar. Ik heb trouwens nou mijn steltang niet bij me, want ik ben nou niet thuis aan het filmen. Maar als jullie behoefte hebben om te weten welke tang ik gebruik, dan zal ik dat ook nog eventjes plaatsen. Oh, het is trouwens de Carmen tang die ik gebruik. Ik zal de informatie dan nog wel door. Als jullie dat willen weten, dan zal ik laat een comment achter beneden en dan geef ik je de nieuws met. Ik heb natuurlijk een heat protector gebruikt van IC. En er zat gewoon nog olie in mijn haar. Een beetje kokosolie, castorolie en arganolie. Had ik op mijn hoofd uit gedaan en goed ingemasseerd. En van de week heb ik sowieso een deep conditioner gedaan. En met yoghurt een protein treatment gedaan. Proteïne dus. Om het haar te verstevigen. Dus dat raad ik wel aan voordat je zeg maar een steltang gebruikt op natural of krullend haar. Om wel eerst een deep conditioner te doen en een proteïnebehandeling. Om zoveel mogelijk breakage te voorkomen. Nou, ik moet echt een beetje bukken, merk ik. Ik vind dat echt vervelend. Want zo kunnen jullie mijn haar niet goed zien. Oh, zo is beter. Ja. Nou, dit is het dus. Mijn haar weigert om te liggen. Zoals je ziet. Want waarschijnlijk ligt het ook aan de manier hoe ik het heb gesteld. Ik wil niet te veel op mijn hoofdhuid zetten. Die tang, want ik ben ten eerste bang voor een tang. Ik wil niet dat mijn hoofdhuid verbrandt. En ten tweede wil ik niet te veel hitte gebruiken bij de roots, zeg maar. Dus bij de, ja, op mijn huid. Want ik wil mijn haar niet beschadigen. Ik heb even een white toothcomb gepakt. Want ik wil jullie even laten zien hoe lang het nou is. En even laten zien het verschil tussen deze twee kanten. Want aan deze kant, zoals ik al zei, heb ik iets meer haar geknipt dan aan deze kant. Dit is het. Ik heb in totaal zeker zo'n stuk afgeknipt. Wacht, ik laat het even zien. Ik denk, maar mijn haar. Ja, toen daar is mijn haar. En ik heb mijn haar zeker zo'n stukje afgeknipt. Dus als ik niet alles had geknipt, dan was mijn haar hier geweest. Maar omdat ik dus elke keer trim, niet te vaak natuurlijk, maar één keer in de half jaar of zo. Dus net, eigenlijk heb ik daar niet eens een periode echt voor. Dus maar net wanneer je mijn haar aangeeft, wanneer je gespeten punt krijgt, weet je, wanneer je haar kampt. En het gaat zo vloeiend en opeens hoor je nou, dan weet je dat je haar moet gaan trimmen. Want dat betekent dat je gespeten punt hebt. Het voelt een beetje brittle aan. En het is echt belangrijk dat je het knipt, want anders trek je ook je gezonde haar mee als je door blijft kammen. Ja, het zal zonde zijn als je ook het gezonde haar meeneemt. Kijk, zie je het verschil? Dit haar komt tot hier. En, oh, ja, tot hier. En dit haar komt tot hier. Oh, dat is bijna dezelfde lengte nou. Nou, ik heb geen meetlint hoor. Ik vind dat echt niet nodig. Ik gebruik mijn gezicht als meetlint. Wel jammer dat ik geen eerstejaarsfilmpje heb gemaakt. Maar ik heb nog wel een paar foto's ergens. Dat ik kan laten zien. Maar dit is dan de voorkant. Zoals je ziet gaat het net over mijn lippen heen. Ja. Dat
is de voorkant. En middelstuk. Mijn haar ziet er gewoon zo gezond uit, vol uit. Ik zie geen dunne stukjes er doorheen, weet je, van die afgebroken stukje wat ik normaal gesproken had met straight. Dat je dan hier dan een dikke pluk hebt en dan pak je deze pluk en dan is de helft er vanaf, zeg maar. Dit is mijn middelstuk. En hierachter. Even kammen. Ja, nu ga je er heel makkelijk doorheen, hè, als je haar een beetje gesteld is. Dit is mijn achterkant. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Nou, zover is mijn haar dus nog niet dat ik het van achter kan pakken. Maar oké. Ik was even iets te enthousiast. Ja. Ik heb trouwens 4B haar, hè. Maar dat wisten jullie denk ik al. Hier achterin heb ik 4A haar. Of bijna 3C eigenlijk hierachter. Daar is het echt een stuk losser. Het is normaal, hè, dat je 2A, 3 verschillende haartypes op je hoofd kan hebben. Je hebt vaak nooit alleen maar één haartype. Ja, dus hebben jullie het een beetje kunnen zien? Dus hier. Dus de achterkant. Nou, ik kom net over mijn collarbone, dus over deze bot. Ja, sorry dat ik Engels af en toe doorheen praat hoor, maar ik ben een Engels Antilliaan. Dus soms weet ik alleen de Engelse woorden en niet de Nederlandse woorden. Dit is een collarbone, ik weet niet hoe zeg je dat in het Nederlands. Collarbone. Oh, je kunt het niet zien. Zie je het nou? Dit is aan de zijkant, bij mijn slaap, het solo. Ik ben heel erg blij met deze lengte en zoals ik al zei, ik heb echt zo'n stukje eraf geknipt. Zo, ik lijk op een half bloed. Nou, ja, hier zo is het ietsjes korter. Ik heb trouwens ook met een hoofddoek geslapen om het nog platter te krijgen, want het was niet zo plat hoor. Maar als je die steltang nog heter doet, dan stretch je haar nog meer uit. Wist je dat? Hoe heter je tang is, hoe meer je haar stretcht. Maar ik wil het niet te heet doen, want ik wil geen heat damage hebben. En heat damage houdt in dat je haar niet meer terugkrult wanneer het nat is, als je het wast. Dat het niet meer terugkrult, maar dat je dan... Dat sommige, hè, dat je haar dan terugkrult bij bepaalde plekken. En bij sommige plekken blijft het gewoon zo glad. En dat wil je niet hebben. En ik probeer dat te voorkomen. Dus ik heb het niet te heet gedaan. Gewoon op standje 2. Ik moet alleen nog even onderzoeken hoe heet dat precies is. Maar dat laat ik jullie dan al weten als jullie daarvoor geïnteresseerd zijn. Nou, dit is dus mijn hair journey. Jullie weten, ik ben geobsedeerd nu de laatste tijd met mijn haar. Nou, eigenlijk altijd al geweest. En ik vind het gewoon leuk om hierover te praten. Laat me weten hoe lang jij al natural bent. En als je het leuk vindt, mag je ook foto's naar me sturen. Ik ben best wel benieuwd. De andere naturals. Nou, en tot de volgende keer. Doeg!